Ramadan, ben je er klaar voor? Zeker. Van de Oeres mag jij nu het weekend spelen. Toppie, Goesiebril op de kaners. Wat shit, is heel laag. Nee, jongens en meiden, een hele goede vroege zondagmorgen. Vandaag gaan we wat gaafs doen. Vandaag gaan we namelijk op pad met 10 verschillende supercars. We gaan een mooie route rijden, we gaan lekker lunchen, we gaan lekker borrelen. En we beginnen aan de dag met de BMW M4. We zijn dus inmiddels aangekomen in Maassluis, want ik werd gisteren letterlijk uitgenodigd door Danny, de eigenaar van Benavida. Was hem, we hebben een plekje over. Vind je het leuk om mee te rijden in 10 verschillende supercars? Dus ik ga je even laten zien wat hier allemaal staat. Hier ben ik echt zo onwijs benieuwd naar, want dit, ja, geloof het of niet, Nissan GT-R is de eerste echte supercar waarmee ik reed. Daar begon het al mee, dus ja, de Nismo variant is natuurlijk wel top of the line. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit is. Dit gaan we rijden, de Challenger, we gaan de 458 rijden. De Huracan Evo Spider rijden, de FF, GT3, AMG GTR en een 570S. Ik zit voor het allereerst, geloof het of niet, in een Urus. Kijk, ik zit er als een shit. Hoe toepasselijk is dit? Roze toppie, Goesiebril op de kaners. Het is wel echt super dik hoor. Voor de mensen die altijd zeggen het is gewoon een RSQ8. Het is wel een beetje RSQ8 met een hoop extra sambal hoor. Hier, Boris. Gaat goed, Arie? Ja. Vind je ervan? Vet. Ja, hè? Ja. Heel nou, laat vet. Het horen dan. Staat eens een beetje. Dit maar moeten inruilen op de Smart. Ja, Danny een beetje bijbetalen op de Smart. Ja. Komt vast goed. Komt vast goed. Ramadan, ben je er klaar voor? Zeker. Van de Oeres mag jij nu het weekend spelen zetten. Dat moet ik aan Eva. Wat vind je ervan? Ja, wel vet. Ben je er klaar voor? Zeker. Je hebt niet die feeling die je bij die Oeres had, hè? Nee, bij die Oeres had ik echt zo hard. Echt mijn auto. Dit moet hem gewoon worden. Traxxatron staat in een sport. Corsa is eigenlijk standje helemaal linkerbaan. Dus staat Traxxatron uit op een sport. Je moet zelf schakelen. Dus play wat anders. En je klep staat echt open opening. Je voelt ook echt een sneeuw. Niet normaal, hè? De gasrespons. Zullen we dat maar niet doen? Ja, doe normaal. Deze ding is strada rijden. Die auto knalt. Die is helemaal
Ja, maar je kan hier gewoon niet normaal zijn. Nee, onmogelijk. Nee.